Dit is deel 1 van College 1. Welkom allemaal. Hoi, mijn naam is Tila Pronk en ik ben werkzaam als universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University. Als sociaal psycholoog ben ik geïnteresseerd in menselijk gedrag en daar gaat dit vak natuurlijk ook over. Het gaat over psychologie en het beter begrijpen van het gedrag van mensen in de samenleving. En ik ben gespecialiseerd in één heel klein stukje van menselijk gedrag, namelijk liefde en relaties. Dat is echt het onderwerp waar eigenlijk voornamelijk al mijn onderzoek over gaat. Ik ben er ook heel erg enthousiast over en ik vertel er ook heel graag over. Dat zal ik onder andere doen in college 10 van dit vak. Dan ga ik jullie van alles vertellen over liefde en relaties. Dit vak is natuurlijk veel breder dan dat, maar ik ben heel blij dat ik daar ook aandacht aan kan gaan besteden. Ik ben dus onderzoeker, maar ik ben ook docent. Ik ben jullie docent. Ik begeleid ook studenten met hun afstuderen. Dus ik doe van alles op de universiteit. En daarbuiten vind ik het ook heel erg leuk om mijn kennis over de wetenschap en over liefde en relatie in het bijzonder ook uit te dragen buiten de universiteit. Zo geef ik regelmatig lezingen. Ik heb ook bijvoorbeeld 2 colleges opgenomen voor de Universiteit van Nederland. Deze zal ik jullie ook laten zien in college 10. Ik word ook vaak geïnterviewd door tijdschriften, kranten. Ik werk mee aan podcasts, aan televisieprogramma's. Het zijn allemaal dingen die ik heel erg leuk vind, maar ook belangrijk, omdat ik het belangrijk vind dat wetenschap ook echt zichtbaar is in de maatschappij. Als je meer wil weten over mij of over mijn werk, dan kan je mij opzoeken op social media of je kan naar mijn website gaan, die zie je hier staan. Nou, tot slot wil ik jullie nog iets vertellen over de doelen die er zijn bij deze cursus. Natuurlijk is het heel erg belangrijk dat je theorieën en principes leert van psychologie. En dan vooral over de sociale psychologie. En zometeen zal ik jullie ook iets meer vertellen over de sociale psychologie en wat dat dan is. Maar naast het leren van die theorieën en die principes vind ik het natuurlijk uiteindelijk heel erg belangrijk dat jullie mensen beter gaan begrijpen. Dat is een soort van het hoofddoel binnen de psychologie. Menselijk gedrag te kunnen verklaren, te kunnen begrijpen en te kunnen voorspellen. Dat kun je gaan leren in dit vak. Hiermee krijg je meer inzicht aan maatschappelijke problemen en krijg je dus ook zelfs de mogelijkheid om problemen op te lossen. Problemen die er spelen in de maatschappij en problemen waar je mee te maken hebt in je eigen leven. Best wel grote doelen, toch? Best wel ambitieus, zou ik willen zeggen. Om te zeggen dat je problemen beter kan oplossen na het volgen van dit vak. Nou, ik wil zelfs één stapje verder gaan, want ik ben echt heel ambitieus met dit vak. Ik wil jullie blik op de wereld veranderen. Net zoals deze man, die staat hier op een rots en die ziet de wereld vanuit een compleet ander perspectief. Min of meer op diezelfde manier hoop ik dat jullie over een aantal weken terugkijken op dit vak en je realiseren dat je echt nieuwe inzichten hebt opgedaan over menselijk gedrag. Dat je anderen beter begrijpt. Dat je beter begrijpt waarom mensen doen wat ze doen. En misschien ook waarom je zelf bepaalde keuzes maakt. En misschien ook zelf onzeker bent of zelf twijfels hebt. Ik denk dat je dat beter gaat begrijpen als je dit vak hebt gevolgd. En hiermee denk ik dat ik de lat vrij hoog leg. Maar ik ben heel erg benieuwd of je dit gaat merken. Ik hoop het natuurlijk heel erg. Ook als het niet zo is, hoor ik het heel graag. Maar als het wel zo is, natuurlijk ook. Ik heb heel veel zin om dit vak met jullie te gaan beleven en dit vak te gaan geven. En ik hoop dat je er net zo naar uitkijkt als ik.